Dit is echt een super realistische, want hier staat een fucking dino links onderin. Dus laten we hier maar gewoon niet gaan en gewoon in een normale stad spelen. Yo mensen van Altijd Compilaties, welkom bij een nieuwe video. Vandaag spelen wij The Sims 4. Vandaag spelen wij The Sims 4 en ik had zoveel zin om dit spel te kopen. Dus ik ga het gewoon doen jongens, ik ga The Sims spelen, ik ga het proberen een beetje te maken zoals ik het doe op DHD. Omdat ik dat gewoon leuk vind om het zo een beetje te doen. Dus we gaan hier nu mijzelf maken denk ik maar. En dan gaan we maar gewoon lekker spelen. Lekker spelen met mijn koppie. Mijn naam is Jeremy en de achternaam is Compilaties. Mijn naam is nu Jeremy Compilaties, dus we gaan maar gewoon beginnen met mijn koppie. Wat een flauw masker, waarom die? Nou laten we dat maar uitdoen. Nou, wat voor gezicht heb ik? Ik weet ik veel eigenlijk. Wow, ineens pretback. Laten we die maar doen. Dit ziet er wel gewoon prima uit. Ik heb, dat ik weet, een beetje heel erg donkerblond. Echt heel erg donkerblond haar. Dus ik denk niet dat deze gepast is. What the fuck? Wat is dit voor een rare kleur dan? Zo'n baasvogelkapsel. Oké, no beard. Wow, dan zie ik echt uit als een jonkie. Echt een heel erg jonkie. Wat heb ik een cute hoofd. Maar dit is zo ben ik helemaal niet. Ik lijk er niet op. Ik moet dingen veranderen. Nou, dit is heel erg lastig, merk ik nu al. Want ik merk ook dat ik dat niet moet veranderen. Nu zie ik er echt niet uit. Damn, het wordt echt tijd voor een nieuw oog. Nu ziet hij er echt fucked up uit. Down China. Die wangen moeten wat meer naar binnen. Ah, hij is fucking dik, ouwe. No offense naar dikke mensen, maar hij is best wel dik. Hoe maak ik dit persoon in het algemeen gewoon even wat dunner dan dat hij nu is? Hij is fucking dik. Er klopt gewoon helemaal niks van dit. Ze geven je dan ook gewoon weer echt zo'n standaard poppetje die super dik is. Wat ziet hij er raar uit? Die vormen kloppen voor geen hout. Nou, jongens, ik weet niet of... Er klopt iets niet in deze vent. Ik weet niet wat ik heb gedaan, maar iets klopt niet. Dit ziet er echt niet uit. Hij moet echt even een beetje minder brede schouders hebben. Zo, ja, dat ziet er veel beter uit dan dat het eerst uitzag. Ik vind dit wel nice. Ja, blauw. Blauw ruitjes. Oh my god, deze heb ik gewoon echt bijna precies, hè. Deze, die rode. Ik vind rood wat meer woodcutter-achtig. Laten we voor de rode gaan. Rooi is lekker. Nou, weet je, niemand is perfect. Dus laten we dat maar als hoofdpuntje blijven benaderen. Ik sport momenteel in gewoon een shirtje, grijs. Een beetje een lange trainingsbroek. Zwart met witte Nike's. Kijk, precies die. Nou, niet precies die. Dan eigenlijk in het zwart met wit. Ja, zo. Nou, dit is echt precies het. Feestkleding, party animal kleding moeten we... dit vind ik wel heel gay. Je hebt ook echt gewoon aparte party animal kleding die je kan uitzoeken. Nou, dat is ziek. Dat vind ik ziek. Oké, ja, ik hoop dat ik een goede kledingstijl heb, jongens. Anders hebben jullie pech. Maar dit is echt server dude kleding. Ik zwem meestal zonder shirt. Dat is volgens mij wel normaal. Ik heb een roze. En dat meen ik. Ik heb een roze. Dus die gaan we ook... Ik heb een roze en een blauwe. Zullen we de roze nemen of de blauwe? Nou, om een beetje hipster te blijven, gaan we voor... Ah, weet je, zo kunnen meisjes mij toch niet serieus nemen in deze game. Gaan we voor blauw. En bij deze is dat dan gewoon helemaal klaar. Dan kunnen we hier nog shit uitkiezen. Even kijken. Kiezen. Kennis, populariteit, natuur, liefde, fortuin, sportief, creativiteit. Dromers krijgen hun boot voor hun vaardigheden wanneer ze geïnspireerd zijn. Villa Baron, de Sim wil gewoon het grootste en mooiste huis hebben. Of de Sim wil rijk worden en een succesvolle carrière. Ja, nou, weet je wat? Dat gaan we gewoon doen. Prima. Eigenschappen selecteren. Nou, creatief. Wat zou een beetje handig zijn bij zo'n carrière? Zelfverzekerd is misschien wel heel erg handig. Maar we hebben meer. Ik ben wel een creatieverd. De Sims worden blij wanneer ze science fiction lezen of computergames spelen. Ze raken gespannen wanneer ze lang niet gespeeld hebben. Ze zijn beter in het vinden van verzamelen. Nou, laten we die dan ook maar doen. Oh, hij lacht wel eng, trouwens. Ik keek heel eng toen hij aan het lachen was. Dus ik doe zijn hoofd iets meer zo. Ziet er iets beter uit. Zo, hier, compilaties. We gaan een hele grote compilatiefamilie maken. Je hebt gekozen wie je Sim is. Laten we nu het uiterlijk bepalen. Wij helpen je wel met het kiezen van de stijl die er persoonlijk aan de Sim past. Ik denk dat je er iets slaap mee bent, computertje. Ik heb net die hele Sim gemaakt, dus ik weet niet wat je probleem is. Hij ging ineens zeggen tegen mij van, ja, zo moet je een Sim maken. Ik heb net een hele Sim gemaakt.
gemaakt, maar zijn ze een beetje te laat mee. Laten we kijken, hoeveel monies hebben we? 20.000 monies, 20.000 doekoes. Dit is een uitstekende starterswoning voor jouw Sims. Klik op de kavel om in te trekken. Waarom is dat perfect dan? Dat bepaal ik wel of het perfect is. Dit is echt een super realistische, want hier staat een fucking dino links onderin. Dus laten we hier maar gewoon niet gaan en gewoon in een normale stad spelen. Ik ga op een gegeven moment denk ik gewoon een eigen mooi huis bouwen, want ik kan wel gewoon redelijk mooi bouwen. Nou, ik heb besloten dat we daar gaan wonen. We gaan hem gewoon gemeubileerd kopen. Ik heb geen zin om allemaal shit nog te gaan doen. Dus jongens, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vond je dit nou een leuke video? Laat dan een like achter. Volg me op Twitter. En abonneer eventjes voor de volgende Sims. Dan zie ik jou in de volgende video. Later!